Angst is een slechte raadgever, zo luidt de eeuwenoude volkswijsheid. Een wijsheid die we al generaties aan elkaar doorgeven. En deze simpele gedachte kan je helpen als je door angst wordt overmand en je niet meer realistisch kan nadenken. Ik heb dat zelf regelmatig. Angst is een slechte raadgever. Toch lijkt angst bij de nieuwe coalitiepartijen nog de enige raadgever te zijn. Het is niet alleen een raadgever, het is ook een manier geworden om zoveel mogelijk stemmen te werven. Want wat worden we bang gemaakt? Bang voor alles wat ons vreemd is. Alles wat we niet kennen. Voor een andere mening, voor elkaar. Bang gemaakt dat asielzoekers alles van ons afpakken. Onze banen, onze huizen, onze mogelijkheden. Zo bang dat onze ruimte en welvaart wordt ingenomen, dat we alleen nog maar geloven in de beperking van mensen die hier ons land binnenvluchten en niet zien wat ze ons kunnen bieden. Bang dat elke manier om je angst te verminderen, zoals een mooie voorstelling, een goed concert of je hoofd leegmaken in de sportschool, te veel geld kost. Dus hop, de btw omhoog. En dan de constante trots over ons land als sportland, terwijl er op sport wordt gekort. Politici allesbehalve sportief met elkaar omgaan. Schoof die Sivan Hassan als voorbeeld aandraagt van hoe ver je het kan schoppen in het leven, terwijl Faber er ondertussen alles aan doet om zo min mogelijk Sivans hier nog het land binnen te laten komen. Het is inmiddels bijna een Olympische sport geworden om zoveel mogelijk mensen in Ter Apel te proppen. En wie er niet meer bij past, kan buiten meedoen aan de wedstrijd koukleumen op een stoel. Het strengste asielbeleid ooit is uit zoveel angst geboren dat er geen oog meer is voor medemenselijkheid. En wie gaat er met de gouden plak vandoor na de politieke beschouwingen? Omtzigt is al afgehaakt en zit geblesseerd thuis. Caroline trekt zich niks aan van de rode mestkaart. Jessel Gus wil geen watermeloen meer zien in het clubhuis. En Wilders probeert Timmermans buitenspel te zetten met de asielnoodwet. Angstvallig zal ik de komende tijd toekijken hoe deze angstige mensen ons nog meer angst inboezemen. En zolang zij angst als slechte raadgever blijven inzetten, kijk ik goed om me heen hier op het Mediapark. Want ik vrees dat nu we zo bang zijn geworden voor de dreiging van buitenaf, dat we niet meer zien dat de grootste dreiging voortkomt uit onze eigen verdeeldheid en ons eigen volk, die ooit zo goed was in relativerende volkswijsheden, maar waar sommigen van nu in staat zijn om met een geladen pistool een journalist neer te knallen. Het is doodeng als je leest wat deze persoon allemaal voor ogen had. PS, Tim, als je dit hoort, ik heb speciaal voor jou mijn Nirvana-shirt aangetrokken uit solidariteit. En ik vind het bewonderingswaardig dat je ondanks het vreselijk lastig zal zijn om ermee om te gaan, jij je angst niet laat winnen. Zo, ik heb mijn mening weer eventjes gegeven. Nou, wil je nou meer zien van mij of van andere druktemakers? Klik dan hier op de afspeellijst. Wil je sowieso meer van NPO Radio 1 weten? Nou, dan kan je gewoon abonneren op ons YouTube-kanaal. Ik ga weer even verder, ja, want ik heb heel veel meningen namelijk.